Hallo en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. We gaan vandaag weer lekker Minecraft Harry Potter spelen. En vorige keer waren we gebleven bij het feit dat we Hermione's quest hadden voltooid. We hebben nog wel een nieuwe quest van haar gekregen. Dat we boeken moesten verzamelen. Maar we gaan vandaag leren vliegen. Yo, hoe ziek is dat? Lekker vliegen, joh. Daar heb ik zin in. Dus we gaan naar de training grounds. Volgens mij heb ik die ook gewoon op de map. Dus, dan kunnen we ook even via de map kijken hoor. Training grounds. Hebben we? Ja, there we go. Boom, boom. Teleportation. Kijk, en daar staan ze al klaar voor ons om te leren vliegen. Ik bedoel wat? Anyways. Well, hello there. Welcome to your first flying lesson. Here, grab one of the school's training brooms. It's not very fast, but it will be good enough for now. I have set up a trail for you to follow, so you can learn how to fly. See if you can make your way through the castle, passing all through all the flaming rings. Well, what are you waiting for? Go to the marked spot and we will get started. Yo! Oh, here. Okay, open inventory. Select basic broom. Waar is onze broom? There we go. One of the quick spots. This. Alright. Boom. Alright. Q. Wait. Oh, there we go. All right. Hoe gaan we omhoog? Oh, fuck. Ik ben van mijn broom af. Ik druk steeds op shift. Dat was niet de bedoeling. Hello? Thanks. Ik kom niet omhoog. Hallo? How do I go up? Oh, there we go. Each langzamer. Oh my god. Oh. Each langzamer. Okay, there we go. Waarom ga ik nou ineens naar beneden? I don't get it. Here. Als ik snel ga, dan ga ik wel omhoog. Maar als ik te langzaam ga, dan ga ik niet omhoog ofzo. En nu kan ik de snelheid ineens niet meer aanpassen. Ik ga er toch doorheen. Huh? I don't get it. Oh, nu telde die wel. Oké, okay, there we go. Maar had ik hem niet, of wel? Telde die... Oh, hij telde niet! Godver! Allright. Dit gaat niet zo heel soepel. But we got this. Oké. Okay. There we go. Dus als je dat geluidje hoort, dan ben je er doorheen. Duidelijk. Daar zijn we doorheen. There we go. Kijk. Die hadden we niet, fuck.
There we go. We got this. Het duurt even voordat we door hadden, maar we're flying, jongens. Hoe ziek is dat? Ik weet nog dat de eerste keer dat ik deze map speelde, was natuurlijk op mijn oude laptop. Oh, kak. En die was niet zo heel goed. Ah! Oké, ik ga veel te snel. Mag ik mijn tempo aanpassen? Dank je. Oké. Waar is die ring? Oh, daar. Nee! Oh my god, ik ga nog steeds te snel. Maar de eerste keer speelde ik natuurlijk op mijn niet zo goede laptop. Wat? Ik ging er toch doorheen. Nou ja. Maar het ding was dus dat dit echt zo laggy was, hè. Het was echt bijna onmogelijk om door al die ringen te gaan en zo. Nu gaat het zo lekker soepel. Het voelt zo goed. Kijk, de Quidditch grounds. Dat is echt fucking leuk. Oké. Oh, en zo ziek om al deze plekken te zien en zo uit de films en shit. Zo cool. Ik heb ook zoveel zin in Hogwarts Legacies. Als die uitkomt, die ga ik. Als die uitkomt, ga ik hem playen op mijn. Mijn stream. Ik weet ook nog niet of ik daar ook video's van ga maken, maar dat zien we dan weer. Oké, we doen er wel echt best wel iets te lang over dan eigenlijk zou hoeven, maar goed. We're doing it en daar gaat het om. Oh daar. Ik wil jullie trouwens nog, als we toch een beetje aan het vliegen zijn, wil ik jullie nog een keertje laten weten. Mocht je dus de map nou zelf willen spelen, hij staat in de beschrijving, zoals bij elke video van deze serie natuurlijk. Maar nogmaals, het is echt een aanrader om hem zelf ook uit te proberen. Want het is heel anders om hem te spelen dan om hem te zien. En ja. Ik durf erbij dat jullie er ook sneller doorheen gaan dan dat ik doe. Want ik maak er natuurlijk 1 video per week van. En ja, als je de hele week speelt, zeg maar, dan ga je al veel sneller. Dan ik die een half uurtje per week opneem, zeg maar. Waardoor je ook weer nieuwe dingen ontdekt die ik nog niet heb ontdekt. Ik ben ook wel benieuwd like, of er ook een einde aan de map is. Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Maar dat heb ik ook nog... Ik heb hem niet gehaald. Hallo? Ik ging er toch dwars doorheen? What do you mean? Just like... Dat heb ik toch net gedaan, gast? Ik wou net zeggen. Oké, performance. I have to take back the training room, but you can purchase a broom of your own on Diagon Alley. You can always come back when you have a broom of your own and see if you beat the best time around the course. Oké. Wat ik dan wel gelijk wil doen, is even kijken of wij een broom kunnen kopen. Ik weet namelijk niet hoe duur dat gaat zijn. Wizarding World en dan. We kunnen wel even naar alle vendors gaan. Ik weet ook niet waar ik hem er een kan kopen. Moeten we even kijken. Equipment? Zou het hier zijn misschien? Hallo? Nee. Nee, in ieder geval niet. Ga gewoon even alle shops. Yo, ice cream. Hallo, sick. Books.
Potions. Wil je dan... Hier, brooms. Hello? Uilen! Oh, ik heb niks gelezen. Nou ja, boeien. Ik moest hierheen. Hallo. Jezus. 1000. Oké, dan moeten we nog even doorsparen. That's fine. Had ik al een beetje verwacht op zich. Wacht, waar gaan we heen? The Charms Classroom. Oké. Okay. Laten we die les lekker gaan doen. Charms. Ah, hier is. There we go. Hello, my man. Wat ga je me leren vandaag? Welkom terug, professor. Wat? Levitation. Wingardium Leviosa. That you can click F once to levitate the object. Looking at F again to release. Okay, yeah, yeah, yeah. Oké. Klinkt niet zo moeilijk. Volgens mij herinner ik me deze les een beetje. Oké, obstacle course. Let's go. Ah, dan moeten we eerst even... Oh. Hoe deed je ook weer in de focus? Nou ja, het zal wel. Oké, zo. Oké, duidelijk. Ik dacht dat er hierboven eentje zat. Geen idee waar die heen moet, maar... Oh. Brengen we wel naar beneden. Misschien moeten we eerst even kijken waar we dingen neer moeten zetten. Eens even kijken. Oh, hier zit. Oké, duidelijk. En als we dus dit doen, dan gaat hij verder weg van ons. Oké. Duidelijk. Boom. Oké. Dat is 1. Oké. We got this. Dit is wel te doen. Hier zit er 1. Hallo, dank je. Kan ik hem ver genoeg van me afhalen dat hij daar... Oké, we kunnen er ook gewoon afspringen. Weet je, kan ook.
Nothing to worry about. Waarom zitten er zoveel hier? Of zijn er een aantal voor... Oh no. Waarom zijn er altijd books of monsters? Every time. You fucking bitches. Oh no. I'm stuck, help. Alright, okay. Easy. Mijn mana! There we go. Oké. Right. Dan moeten we even die... Dat ding weer veranderen. Oh. Hey, geld. Dat geld kunnen we wel gebruiken voor onze bezem. Ja. En ik denk dat dan de laatste hier zat. Want ik zag hier ook nog iets. Oh, zie je? Kan ik hier op parcouren? Zo. Hoppa, kan gewoon. Easy. Hardcore pak op, baby. Ah. There we go. Okay. There we go, ja. Oh, en dan moet hij in die angsten. Oké. Okay. Oh. There we go. Easy peasy lemon squeezy. Ah. En dan hebben we een trap, maar ik zie een kistje. Kissy, hallo. There we go. Niet vergeten dat er ook nog loot is natuurlijk. Wacht even. Volgens mij moeten we nu dat ding ook hebben, of niet? Ah. But... Er zitten hier dus twee van die dingen. Oh, er zitten hier gewoon één. Laat maar. Okay. Then we can go this way. Ik denk dat dit de laatste is. Ik denk dat we eerst die ander moeten doen. Aangezien de professor daar staat.
Klinkt dat logisch, right? Oh ja, ik. Oké, ja. Fizzling real good, yes. Oké. Hallo? Moet hij omhoog of naar beneden? Ik kan gewoon daarheen. Okay. En als het goed is, moeten we dus nu dat ding roteren. Zodat we deze kunnen doen. Ja, kijk. Oké. Ik ben blij dat ik hem niet naar boven heb gedaan, want daar zaten we vast. Soepel. Oké. Okay. En dan moet hij denk ik daar staan. Hoppa. En dan moeten we deze weer roteren. Hoppa. Kijk hoe soepel, joh. Hoppa. Soepel en soepel ook. Niet daarheen. Zo. En dan... Hallo? Dank je. There we go. Oké, nu hebben we hem dus bij ons. En nu kan die daarheen. Ah ja. En nu? Oh. Wait. Kan ik hem nog terugkrijgen? Fuck. Ik dacht dat hij eruit was. There we go. Want ik zag daar nog een dingetje waar ik hem op kan zetten. Misschien helpt dat ons. Oeh, kijk eens. Hallo? I mean, het geeft toch loot. Wat ik me alleen wel afvraag. Moeten we dit dan een paar keer doen? Zodat we die blokken daar kunnen krijgen? Of kunnen we nog ergens blokken krijgen? Dat kan ik me niet meer herinneren. Even kijken. Maar we kunnen niet verder, want we hebben die andere nog niet. Ha. Huh. Zouden we, lijkt die blokken van helemaal de andere kant kunnen meenemen? Ik denk het niet, want ik denk dat dit ding dan sluit, of niet? Ja, oké. Okay. Mm.
Wat ik ga proberen, maar ik denk dat dat niet de manier is. Maar ik ga het wel even proberen. Is die puzzel nog een keer. Want ik ben bang dat dan die ene weggaat. Die we daar hebben. Want ik denk dat hij dan hier weer terugkomt, zeg maar. Dat je hem reset. Maar ik wil het even testen. Want ik zou ook anders echt niet weten hoe we aan nog een blokje kunnen komen, zeg maar. We kunnen het ook zo zien. Wat is? Nou, we kunnen niet dichtbij genoeg komen. Nou, dan gaan we in ieder geval dit even opnieuw doen. En dit ging net ook soepel. Dus het gaat waarschijnlijk nu ook gewoon soepel. Lekker. Ik wil even checken. Ja, zie je, hij is nu daar weg. Oh, wacht. Oh, ik zit natuurlijk stom te doen. Je kan natuurlijk... Oh, nee, je kan het gewoon oplossen met twee blokken. Oh, mijn god. Ik zit te clownen. Gewoon even te clownen, hoor. Daarom staat op dat bordje dat je daar twee nodig hebt. Oh, mijn god. Je kan natuurlijk op die ene gaan staan en dan die ene verplaatsen en dan oh frick. Kijk, want kan ik nee oké. Oh, clowning real hard. Nee. Nou, je kan natuurlijk moeten we eerst even deze weer verplaatsen. Het is wel een beetje een zweverige aflevering, jongens. Hey, want je kan natuurlijk dit doen. En dan verplaats je deze. Naar die. En dan kan je verder springen. En dan pak je die. En dan doe je dat. En dan doe je hippa. En dan doe je hop. En hop. En hop. En hoppa. Boom. Fantastic. You've really got the hang of this. 50 points to Hufflepuff. The levitation charm is now unlocked. You can head to your next class whenever you're ready. The is defense against the dark arts with Professor Lupin. Okay. Let's go. Levitation charm. Ik moet dan gelijk weer denken aan iets Leviosa. Not Leviosa. Ik moet echt geld hebben, man. En dan moeten we even van die questjes voltooien. Maar ja, ik kon de oude Lorry niet vinden. We kunnen deze op zich wel een stukje voltooien. Want ik denk niet dat we al die dingen heel snel kunnen vinden. Want vorig jaar hebben we er ook echt best wel lang over gedaan. Maar we kunnen er wel een paar ophangen voordat we gaan stoppen. Want we zijn alweer bijna een uurtje of een half uurtje aan het opnemen. En ja, ik heb met dit soort video's altijd dat ik best wel veel erin wil laten. En ja, ik wil ook weer niet te lange video's hebben, zeg maar. Dus... Hé, hey, wat is dit nou weer dan? Yo, dit kunnen we wel even doen. In plaats van wat we wouden doen. Welkom bij ik die afgeleid raakt in story games. Yes. Oh, dit kunnen we niet doen. Fuck, we kunnen dat nog niet openmaken. No! Nou ja. Kom maar.
hier zit er één. Dat is één. Hey, hier zit er ook één. Oké, dat is twee. Hey, drie. Gaat iets soepeler al dan de vorige keer. Met op de nadruk op iets. Want het blijft gewoon kut om al die dingen te vinden. Hier zit er één. Nog eentje. Kunnen we het nog halen, deze aflevering? Ik heb nu zo, ook zoiets van, nu wil ik het ook doen ook, weet je? We moeten er nog één, dat moet toch wel lukken. Zou je denken. Dan 1 hour later. Oh, yes! Boom! We did it. Nou, dan gaan we ook nog even snel terug naar Zonko in Hogsmeade. Was dit Honey's Duke? Volgens mij wel. Nee, Zonko's. Maar het zit er al naast, dus boeien. Well, hello there, my man. I put up all... It's the most wonderful news. Here, take this. You've earned it. Yo, geld, geld. Dik. Nou, ik vind het nu wel genoeg voor deze aflevering. We hebben leren vliegen. We hebben leren zweven. Of in ieder geval dingen laten zweven. Dat is al ziek. Ik hoop dat je deze video leuk vindt. Nogmaals, als je de map zelf wil spelen, de link staat in de beschrijving. Ik hoop in ieder geval dat je deze video leuk vond. Laat dan zeker een like achter. Abonneer op mijn kanaal voor meer van deze video's. En hoop ik jullie volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Bye!